Dat is een concertserie met muziek die in afzondering is geschreven. Of componisten die zich hebben laten inspireren door het thema afzondering, eenzaamheid. Want normaal gesproken als een componist in afzondering werkt, dan ben je daar als publiek geen getuige van. En nu wel, nu kun je haar aan het werk zien. We zien het als een experiment, wat dus ook kan mislukken. Zij gaat in 24 uur in afzondering componeren voor het Nederlands Kamerkoor en voor Kalefax. We waren op zoek naar een aansprekende componist die in staat is om muziek te schrijven die mensen raakt. En muziek die goed te volgen is. Het is niet een universum waar je met een soort slot binnen moet komen. Het blijft muziek voor reflectie. Iets dat je niet kent mee te maken. Het is echt een tekst die gaat over... Dit is bij het eind van de tragedie waar het staat. Het koor eigenlijk biedt aan de onderwereld, God van de onderwereld, om Oedipus goed de weg te maken daarheen. Dat hij daar rustig mag aankomen. Dat ga ik denk ik noemen Oedipus' dream, de droom van Oedipus. Dat hij eindelijk ziet, dat hij eindelijk in het licht is gekomen. Want uiteindelijk wil ik dat het helemaal in de lucht hangt. En het moet niet een pompeuze eind zijn. Als het is een droom, het is... Ja, het moet super licht, maar ook formeel staan voor wat het is bij het eind. Ik vind het eind mooi, ik vind die noten mooi. Ja, het is klaar.